pole position en onze landgenoot Michel Vaarten de bijzonder interessante derde plaats. Vaarten kwam pas door de herkansingen in deze finale terecht. Inmiddels leidt de Amerikaan Whitehead. Vaarten in tweede positie. De laatste ronde, u hoorde de bel. En daar komt de aanval van Michel Vaarten op Whitehead. Een andere Amerikaan, Hatton, volgt, maar ook de West-Duitser Giepken en de Zwitser Urs Fröhler gaan mee. Giepken probeert aan de binnenzijde en Fröhler gaat buitenom, maar Vaarten weerstaat en wordt wereldkampioen. Hij neemt de titel over van Fröhler.